vorige aflevering zeilden we vanuit Cherbourg en troffen onderweg 500 liter water onder in de boot. We weken uit naar Saint-Malo, waar we het probleem vonden en repareerden. We bezochten de oude stad en zeilden vervolgens door naar Île de Bras. Deze reis zeilden we Eva vanuit Harlingen langs de Nederlandse kust zuidwaarts om via België aan de Normandische kust te geraken. We zeilden in dagtochten om Normandië heen en bezochten onderweg de prachtigste plaatsjes. Vanuit Cherbourg zeilde ik met Lars naar Saint-Malo en vandaar richting Île de Bras. Deze aflevering begint als we daar aankomen. Daar komen we vandaan. En daar was het net even 36 knopen wind. Nou, dat vinden wij veel. Kan natuurlijk meer, maar ja, we vonden dit al zat. Kijk, als de wind een beetje gekalmeerd is, althans, die voelen we hier niet meer, minder, dan is het echt wonderschoon hier. Nous sommes arrivés à Les Ardrieux. Les Ardrieux. Hoe heet het hier? Les Ardrieux. Drieux. Les Ardrieux. Oh, daar bliksemt het een beetje. Ik denk dat hij erop staat. Hoe leuk is dat? Nou, anyway. In de rivier. We hebben een. We liggen naast de haven. En we hebben een mooringboei te pakken. Die ligt daar. Hier? Ja, super handig. We mogen van de faciliteit van de haven gebruik maken. Nou, dat is niet alleen omdat het in de buurt ligt, maar ook omdat je voor die mooringboei betaalt. Dus we gaan straks maar eens even aan wal om te betalen. Les Ardrieux is dit. Het is het bruisende centrum van het dorp. We lopen met onze reddingsvesten door het dorp. Want we liggen aan een meerboei, of een ankerboei. En de man van de haven die komt je dan eventjes een bootje ophalen om op de kant te zetten. Maar er ligt nu ook een politieboot, dus we moesten onze zwemvest aan. Of reddingsvest eigenlijk. Dus, nou ja. Dus we lopen met wat extra bagage. Maar het is wel super veilig. Het stroomt hier ook flink. Ja, de jachthaven is zeg maar de bezienswaardigheid van het dorp. En dat is niet gelogen, dat staat gewoon online. En als Google het zegt, dan is het zo. Kijk, dit is wel een aardig beeld, hè? De gendarmerie en Eva op de achtergrond. Het is echt een mooie plek. Een beetje grijs weer. You don't see them often here, I guess. This is the most beautiful boat I've ever seen. Thank you. Okay. Can you say that again, please? It's the most beautiful boat I have ever seen. Thanks. Thanks. De stroming hier in de rivier is nog een heel klein beetje toegenomen. Dus de meerboei die verdwijnt gewoon onder water.
regen. Vandaag regent het de hele dag. Hier. We hebben er zin in. Ja, ja, ja. We hebben 40 mijl te gaan naar Saint-Gast. Saint-Gast. Dat klinkt goed. In ieder geval richting Saint-Malo weer. Wat leuk. Oh, hallo. Hij vindt jou leuker dan mij. Ja, dat snap ik wel. Oké. Wacht even, dan kan ik zo uit doen. Ja. Kijk, er loopt een heel pad langs het strand. Eigenlijk, nee, sorry, langs het water. Terug naar de haven. Echt leuk. Het is weer hoog nodig tijd om even wat te wassen. Dus dat, we hebben een wasserette gezocht. En die zit hier. Wow. Wat is heftig. Ons plekje. Tot ziens, Saint-Cast le Guildo. We gaan weer naar Saint-Malo. En daar komen Felia en Naomi aan boord. Hartstikke leuk, kan niet wachten. Deze mensen wilden eerst geen boot, maar straks vanavond misschien toch maar een kleintje. Mijn god, 70 voet. 70 voet katamaran. Echt heftig. Maar er zijn ook leuke dingen, we gaan lekker zeilen.
Nou, we varen weer op Sammelo aan. De haven hier. We hebben net eventjes met de verrekijker gekeken. Er ligt een drempel in de ingang van de haven. En de hoeveelheid water boven die drempel is nu 0,9 meter. Dus dat gaan we niet redden. We kunnen de kiel wel ophalen, maar zover ook weer niet. Dus we moeten of wachten aan een boei daarvoor. Ja, of we zouden ervoor kunnen kiezen om in de stadshaven te gaan liggen. Wat ook heel leuk is hoor. Kijk, daar is de stad. Ik vind het eerlijk gezegd een beetje saai uitzien, maar het is van binnen echt wel heel leuk. Een beetje commercieel wel, maar toch ook wel aardig. En dan komen, even kijken, een beetje uit de zon. En dan komen Velia en Naomi vanavond aan boord. Dus dat is ook leuk. Die zijn nu al onderweg. Die zijn al een paar uurtjes aan het rijden. Maar vanavond om een uurtje of 9, 10 of zo, komen ze aan. Nou, we liggen nu te wachten voordat we de haven in kunnen. Ik weet niet of je het kan zien, maar hij staat nu op 1,3 meter boven de drempel. En pap wil eigenlijk het liefst 1,5 meter boven de drempel hebben. Veiligheid. Dus we liggen een beetje hier te dobberen. Hé pap? Ja, lekker dobberen. Ik ben een kilo inmiddels aan het ophalen. Want 1,3 is nog even te weinig. Ja, 1,3 zou kunnen, maar ja, we zijn ook gepakt voor een wereldreis. Dus dan liggen we misschien wel dieper. Dus ik wil even wachten tot 1,5. Dat gaat heel snel, want toen we hier aankwamen was het 0,9. En nu is het al 1,3. Dus, dat zegt natuurlijk niets, maar we liggen nog maar net. Dus dat gaat heel snel. We hebben ontbijt. Goedenochtend. Hallo. Waar zijn we dan? We zijn gearriveerd. Ja. De meisjes. De meisjes zijn er hoor. Ja. En dat jongetje was er al. We gaan. Oliver. Zo, we gaan. Zo is het. Een zucht, hè? Ja. Le Mont Saint-Michel is gebouwd op een rotsachtig eilandje. Door de eeuwen heen zijn hier allerlei architectonische juweeltjes aangelegd. De pre-Romaanse kerk, de abdijkerk uit de 11e en 15e eeuw en de Romaanse en Gotische kloostergebouwen. Tijdens de Franse Revolutie werd de abdij als gevangenis gebruikt, maar sinds 1874 is hier de dienst van historische monumenten ondergebracht. Sinds 1969 is er zelfs weer een kloostergemeenschap aanwezig. Le Mont Saint-Michel wordt ook wel het wonder van het Westen genoemd en dat komt onder andere door de spectaculaire ligging. De mont is omgeven door een prachtige baai. Het verschil tussen eb en vloed is extreem groot. Zo'n 13 meter. Naomi en Lars vertrekken weer. Die gaan kamperen in Frankrijk. En dan gaan Velia en ik een stukje varen. Ja. Eens kijken of ik het nog kan, hè? Ik denk het wel. Oh. Ik ben benieuwd wat hier is. Dat kan niet. Dat is het. Dag, schatjes. Goeie reis, veel plezier.
Nou, de kapitein zit er achter het wiel. De stuurvrouw denk ik. De kapitein zit daar. Oh, oké. Okay. Oké, okay, dat is ook goed. Lekker koersje zo. Ja. Nou, we hebben, kan je achter ons zien, Saint Malo net verlaten. We hebben Naomi en Lars dus uitgezwaaid. Saint Malo verlaten. En ja, we gaan maar eens even kijken hoe, waar we uitkomen vandaag. We kunnen naar Saint Cast. Daar zijn we eergisteren ook geweest. We kunnen ook naar Ile de Brau. Daar ben ik met Lars ook al geweest. Dat zijn op zich mooie plekjes. Maar het is maar net hoe het met de wind uitkomt. Want de wind is niet heel hard. We hebben een knoop of 10, denk ik. We hebben de Franse radio mee. Maar... Oui, donc à la station SM, Père de la Vie à Chausey. Ik wil jullie signaleren dat we hebben quitté notre voyage. Daar helpt dus ook niks tegen. Maar we gaan even uit kijken hoe we uitkomen. Want wat ik al zei, we hebben een knoop of 10 wind. En eigenlijk ook niet helemaal uit de goede richting, maar wel de stroming mee. Dus ik denk dat het goed komt. De Fransen kunnen het ook zonder ons, denk ik. Nou, daar zijn we weer. Saint Cast le Guildo. We gaan weer naar binnen varen. Kijken of we nu een plekje iets dichter bij de faciliteit krijgen. Hopen we er maar. Kijk, daar ligt onze Eva weer. Nu veel dichter bij de faciliteiten dan een paar dagen terug. Dus dat is dan wel weer fijn. Moet eens kijken hoe die brug naar beneden loopt. Het is nu bijna laag water, denk ik. Dus heel steil loopt dat. Straks loopt het dus bijna horizontaal. Want je kunt aan de... Straks loopt het bijna horizontaal, denk ik. Want je kunt aan de palen... Meerpalen, zeg maar zien. Hoe hoog dat water komt. Waarschijnlijk wel. Hoeveel meter zou dat schelen? Een meter of 5? 8, denk ik, ja. 8,5 wel, denk ik zelfs. Dan loop je niet meer omhoog. Nee, dan loop je gewoon horstel. Als wachten we even. Heel bijzonder. We wachten gewoon even. 6 uurtjes wachten, denk ik. Oké. We gaan toch straks nog kijken. Oké. In de volgende aflevering zeilen we verder naar Saint-Quay-Portrieux, waar Velia midden in de nacht van boord wordt gehaald en met een ambulance naar het ziekenhuis wordt vervoerd. Geen feest. Wil je op de hoogte blijven van de reizen van Eva? Schrijf je dan in op onze website www.sailingeva.com voor de nieuwsbrief, volg de diverse social media en abonneer je op ons YouTube-kanaal. Wil je weten waar we nu zijn? Kijk dan op onze website en klik op Waar is Eva? Je ziet daar bijna per dag actueel onze route, waar we zijn en wat we doen. Dankjewel!